En dit is deel 3 in een vierdelige serie over Pinterest. Bekijk ook deel 1 en deel 2 hier over hoe je precies iets pint en Pinterest voor bedrijven. Ik ben Pilbina voor Frankwatching. En vandaag laat ik zeven voorbeelden zien van bedrijven die heel goed bezig zijn op Pinterest. Ter inspiratie. Ik begin bij Peugeot Panama, die heel creatief gebruik maakt van Pinterest. Ze delen foto's van hun auto's op in stukjes en vragen hun volgers om de rest van de stukjes te vinden op Peugeot's website en Facebookpagina. Dan moeten ze alle plaatjes pinnen en de eerste vijf personen die het hele puzzeltje gepint hebben, winnen een prijs. Vaak vinden mensen het ook leuk om een kijkje achter de schermen van je merk of bedrijf te nemen. De Today Show deelt bijvoorbeeld behind the scenes foto's. Erg leuk en populair onder pinners. Quotes en gezegdes doen het ook altijd erg goed op Pinterest. GE heeft een board dat heet That's Genius en deelt daarin quotes van oprichter Thomas Edison. Natuurlijk hebben we niet allemaal zo'n grote oprichter, maar je kunt quotes gebruiken die te maken hebben met jouw merk of bedrijf. En als je een behoorlijk serieuze organisatie hebt, zoals Amnesty International, dan kun je creatief zijn met je strategie. Zij pinnen ook quotes, fair trade producten en een boekenboard perfect voor Pinterest. Want het gaat niet allemaal om business op Pinterest. Kijk maar eens naar Whole Foods, een Amerikaans green supermarktketen. Deze boards gaan over gezond eten, recycling en bewegen. Het gaat er dus niet om wat voor producten je verkoopt, maar om de cultuur en mindset van je bedrijf en je klanten. En je kunt Pinterest ook gebruiken als een soort focusgroep. West Elm heeft verschillende boards die te maken hebben met design en kleuren. Ik durf te wedden dat ze goed bijhouden welke kleuren en designs het meest Gepind worden. En last but not least, het draait niet om jou. Je hoeft je eigen producten niet constant te promoten. Kijk maar eens naar OREC, een stofzuig- en airfilterbedrijf, maar dat zie je niet zomaar terug op hun Pinterest boards. Maar als je een poosje rondkijkt, dan zie je harige huisdieren, schone vloeren en huishoudtips. Je gaat vanzelf aan stofzuigen denken. Dus hou het luchtig en visueel. Heb je nou een vraag over Pinterest? Laat dan even een reactie achter of tweet me. Ik zie jou volgende week woensdag weer, ons laatste deel over Pinterest. Tot dan! Doei doei!